Ik denk dat het nu toch wel tijd is om te beginnen met deze sessie besturen in coronatijden. Het is een heel avontuur voor Dylan en voor ondergetekende. En nog meer voor Wim Timmer, die nog probeert ook deze sessie te bereiken. Een heel avontuur om zo'n workshop voor te bereiden. Over een heel breed onderwerp. Besturen in coronatijden, heel breed. Besturen in zonder crisis is al moeilijk genoeg. Dus het besturen met crisis en dat hele onderwerp is eigenlijk nog veel complexer. Dus het was voor ons ook een hele zoektocht hoe we dit in die anderhalf uur ook mooi konden invullen. We hopen dat we iets hebben gebracht waar u als deelnemer iets mee kunt. We hebben ook een voorbereidingspaper meegestuurd met de uitnodiging die jullie in het begin van deze week van hoop in hebben gehad. In ieder geval de wat meer informatie en al beschouwingen. Dat is misschien niet mogelijk geweest om dat helemaal te lezen, maar die voorbereidingspaper is er in ieder geval ook door uw voordeel mee. Maar het is dus wel een hele brede vraagstelling waar we nu mee zitten, waar we voor staan. Het is ook wel de vraag wat dat ons nu kan brengen, deze anderhalf uur, uit oogpunt van reflectie op de ontwikkelingen rond COVID-19 in Vlaanderen, België en in Nederland. En eigenlijk de vraag besturen in coronatijden, eigenlijk en autonomie en sturing, de vraag van... Wat blijft er nu over van autonomie in een crisis? En wat zijn in een crisis kunnen de normale, onze normale gebruikelijke regels en waarden, die kunnen misschien niet altijd functioneren. Maar wat zijn nou de essentiële waarden die we ook in zo'n crisis, ondanks het feit dat er gehandeld moet worden, die we moeten bewaken en niet opzij mogen zetten. Dat zijn de vragen waarvan ik nu zie dat ik mijn... Ik moest even zoeken naar de bediening van de slides. Dat is ook weer gelukt in dit avontuur. Dit is de opdracht, de opgave waar we ons bij de voorbereiding voor gesteld zagen. Autonomie en sturing tijdens een crisis. Wat komen er daarvoor vragen bij ons op? Slagvaardigheid is belangrijk. Rechtszekerheid. Nog wat andere begrippen, de verantwoordelijkheid nemen in een crisis en zeker de COVID-crisis, zware inbreuken op de persoonlijke vrijheid van mensen, maar ook gewoon op hun leven. Aspecten als gelijkheid. Ik zoek vooral naar de aspecten die dus samenhangen met bestuur. Met autonomie en met sturing in zo'n crisis, regie. Als u zegt van, goh, wat zijn er nou echt voor belangrijke begrippen die bij de besturing in zo'n crisis aan de orde komen. Als u nog dingen mist in dit rijtje, zet ze op de chat. Dan kunnen we die ook nog weer meenemen in een soort evaluatie. Of misschien verder voortbouwen op deze sessie. Dus voelt u zich ook gerust uitgenodigd als u bijvoorbeeld in dat rijtje het woord legitimiteit zou missen. Waarvan ik me kan voorstellen dat het voor juristen en bestuurders ook belangrijk is.
Wat zijn dat allemaal voor begrippen die aan de orde komen? In dat hele veld hebben wij gezocht, maar misschien is het goed dat wij eerst onszelf even voorstellen. In deze virtuele bijeenkomst, waar we niet hebben hoeven te reizen om de plek van bestemming te bereiken, dacht ik, is het goed om toch nog even een klein beetje onze, ook geografisch, onze locatie dan met u te delen. U ziet hier een mooi plaatje van Gent, de onderste foto, en daarboven een plaatje van Den Haag, het regeringscentrum in Den Haag. Ook de torens waar het ministerie van Onderwijs en alle andere ministeries werken. Dus om u even een klein beetje ook een ander houvast te geven dan het virtuele. Ik hoop dat Wim nog binnenkomt om zich voor te stellen. Maar misschien is het goed, Dylan, dat jij je eventjes kort voorstelt, zodat mensen iets meer van jouw achtergrond kennen. Met veel plezier. Allereerst ook welkom van mijn kant uit. Ik ben Dylan Koek. Ik ben in de eerste plaats verbonden als assistent aan de Universiteit van Gent, waar ik naast een onderwijsopdracht ook een onderzoeksopdracht heb en mij focus op hoger onderwijsrecht en de vrijheid van onderwijs in het hoger onderwijs. Dat is één manier waarop ik hierbij betrokken ben. Ik ben naast mijn werkzaamheden aan de universiteit ook nog student en als student betrokken bij de Vlaamse studentenkoepel en op die manier de afgelopen maanden ook betrokken geweest bij een deel van het overheidsoverleg rond corona, in het bijzonder voor het hoger onderwijs. En het is de combinatie van die onderzoeksinbreng en die beleidsmatige kant die ik hier ga proberen in te brengen vandaag, zo dadelijk startende eerst met de presentatie en nadien hopelijk ook in de discussie met jullie. Oké, dankjewel. Ik zie net op de chat dat misschien door onze beide microfoons open te hebben de geluidskwaliteit minder is. Dylan die reageert. Ik zal daar zo dadelijk ook op letten dat ik de microfoon ook uitzet als ik Dylan het woord geef. En dan moeten we dan straks, als u ook deelneemt aan de discussie en zo, ook weer rekening mee houden. Ik hoop dat de geluidskwaliteit nu beter is. Wim Timmer die hopelijk nog binnenkomt, werkzaam bij het ministerie van OCMW in Den Haag. Ook daar bij de directie wetgeving en juridische zaken. Misschien kan die zich in de loop van de middag nog uitgebreider voorstellen. En mijn naam is Jan Veringa. Ik was tot 1 juli jongstleden directeur wetgeving en juridische zaken bij het ministerie van Onderwijs. Heb dus in die laatste 3 maanden veel van de hectiek rond de COVID-crisis meegemaakt en de sluiting van de scholen. Maar ben sinds 1 juli jongstleden gepensioneerd. Tegelijkertijd uiteraard nog met een grote belangstelling voor wat zich aan ontwikkelingen in het onderwijs afspeelt. En vandaar dat ik het heel erg op prijs stel dat ik de mogelijkheid heb gekregen van de Nederlandse Genootschap voor de NGVO, zal ik het maar even zeggen. Het is een mondvol om ook bij deze workshop een rol te spelen. Dus dat even voor wat betreft het voorstelrondje. Misschien dat ik nog iets meer inkleuring zal geven. Ik ben lang werkzaam geweest bij het ministerie van OCMW. Maar ik kom daar misschien nog op die ervaringen terug in mijn eigen presentatie zo dadelijk. Ik zou graag eventjes nu met u de agenda voor deze resterende 5 kwartier is dat inmiddels willen doornemen. De techniek van deze bijeenkomst. We hebben het nu eigenlijk op een aantal momenten al aangegeven in de inloop van deze bijeenkomst. De techniek, met name van de interactie
Want die is ook van groot belang. Dit uur, de techniek van de interactie loopt dus via de chatfunctie. Via de mogelijkheid om het woord te vragen. Dat doet u door, ik heb dat zelf dan niet in mijn beeld, hè, maar u heeft een knop audio en video. Als u die intypt, dan zien wij op ons moderation panel dat iemand het woord vraagt. Of we zien dat er 10 mensen tegelijk het woord vragen, dat kan ook. Dan moeten we kiezen. Maar dan geven wij het woord er kunnen tegelijkertijd dan in de video's die de andere deelnemers ook zien, ik meen een persoon of 8 aanwezig zijn. Maar we moeten ook proberen om dan weer de vloer vrij te maken voor de volgende spreker. Maar dan kunt u dus vragen en dan kunnen wij u toestemming het woord geven. Ik denk, maar dat weet ik niet zeker, dat het dan ook of u dan nog zelf op dat moment op het microfoontje moet drukken om het aan te zetten. Microfoon en camera moeten in ieder geval op dat moment aanstaan. Dat is dan. Dus even kijken. We zouden dus vooral na de presentaties kort en rond de stellingen. Gebruik willen maken van die audio- en videomogelijkheid. Dat wat betreft de techniek en dan de agenda verder. U ziet het, we zouden willen beginnen met een korte toelichting die Dylan gaat geven op de ervaringen en de gebeurtenissen die samenhangen met het onderwijs en COVID-19 in Vlaanderen. Dan zal ik doorgaan met een toelichting op de ervaringen die in Nederland zijn opgedaan. Dan zouden wij daarna misschien kort, dus even toch, en dat zou misschien ook in een wat meer interactief gebeuren kunnen, met elkaar kunnen verkennen wat er dan voor nieuwe bestuurlijk-juridische fenomenen zich aandienen. Wat er voor kansen voor de toekomst liggen. De vraag, zijn er nou enorme verschillen of juist hele grote overeenkomsten tussen de manier zoals dat in Nederland en in Vlaanderen is gelopen? Als we dat hebben besproken, hebben wij voor u een 16-tal stellingen voorbereid. Die heeft u in de voorbereidingspaper kunnen zien. Die zullen wij vermoedelijk niet alle 16 uitgebreid kunnen bediscussiëren. Maar we zouden naar aanleiding van die stellingen dus eigenlijk met u ook in het gesprek willen gaan. Om daaruit ook en... Ja, stellingen gaat er niet zozeer voor of u er voor of tegen bent, maar zijn vooral bedoeld om een discussie over bepaalde onderwerpen uit te lokken waar we ons voordeel mee kunnen doen. Dus dan het debat naar aanleiding van de stellingen wat ons betreft dan de afronding. Maar de afronding zal eigenlijk ook doorgeschakeld worden daarna naar het plenaire deel weer. Kwart voor 3 als ik het goed heb. Dan gaat dat denk ik zo snel mogelijk door naar de plenaire afronding. Ik denk dat de stellingen, dat zich niet leent tot een soort overall conclusie. Maar dat gaan we nog even proberen. Het is allemaal een avontuur, zoals ik al in het begin zei. Dat gaan we. Ik ben blij dat u daar allen ook bij bent aangesloten. Heel goed. Het komende ruime uur gaan we dat voortzetten. Dan wil ik Dylan vragen om zijn korte toelichting op de ervaringen in Vlaanderen te geven. Ik ga dan het delen van mijn presentatie even stoppen.
En nu zie ik ineens Wim ook in beeld. Ja. Welkom Wim. Misschien, maar het is fijn dat je erbij bent. Dylan staat net in de startblokken om zijn presentatie te beginnen. Ja. Dus dat stel ik voor dat we dat nu doen. We moeten Dylan de microfoon aanzetten. En dan moeten wij de microfoon uitzetten, Wim. Want anders dan is dat voor de geluidskwaliteit storend. En straks dan vraag ik jou nog het woord. Geef ik jou, of dan vraag ik jou nog om even je voor te stellen. Goed, dankjewel. Ik ga jullie meenemen in vogelvlucht door een aantal ervaringen in zaken corona en het onderwijs. Vanuit bestuurlijke en juridische hoek. Vanuit de afgelopen maanden. Ik ga jullie niet meenemen door de afgelopen 19 maanden die we doorlopen hebben en stap voor stap gaan bespreken welke maatregelen en hoe ze genomen zijn. Maar ik heb besloten om er 3 aspecten uit te lichten. Enerzijds de verschillende fasen die we doorlopen hebben. In de tweede plaats de vragen die gesteld moeten worden en die gesteld zijn bij het opmaken van tijdelijke regelgeving of noodregelgeving. En welke rol de overheid daarin moet opnemen. En tot slot, inhoudelijk in die regelgeving, wat heeft men daar proberen verwezenlijken? De coronacrisis in België en Nederland, als zijnde een virus, is in grote mate gelijk verlopen, maar de aanpak vanuit de overheidswegen kent wel een aantal verschillen. En een van die verschillen komt verder uit de Belgische staatsstructuur, die niet de meest eenvoudige is. En waarin we naast een federale nationale overheid die maatregelen kan nemen voor het hele land, ook deelstaten hebben die voor hun eigen grondgebied maatregelen kunnen nemen. En ik spreek over een crisis in voorlopig 4 fasen, omdat we natuurlijk niet weten welke ontwikkelingen zich in de komende maanden nog zullen voordoen. Maar op dit moment denk ik dat er 4 fasen te identificeren zijn sinds midden maart. En een eerste fase is denk ik de meest ingrijpende geweest. Ingaande midden maart tot midden mei is een federale fase waarin de nationale overheid eigenlijk voor het hele onderwijs bepaald heeft dat al de onderwijsactiviteiten en lessen niet meer fysiek konden doorgaan. Dat was in ieder geval de intentie. Men heeft dat voor het leerplichtonderwijs en het kleuteronderwijs verwoord als het schorsen van de lessen. Voor het hoger onderwijs heeft men dat verwoord als enkel nog kunnen werken via afstandsonderwijs. Die bewoording, ik kom daar meteen op terug, is niet onbelangrijk en het verschil brengt ook een aantal implicaties mee naar de rol die de overheid opneemt en eigenlijk had mogen opnemen. Gelijktijdig in die federale fase neemt het Vlaamse parlement al een aantal noodkreten aan. In België zijn de gemeenschappen bevoegd voor het onderwijs en dus de Vlaamse gemeenschap naast de Franse en de Duitsstalige gemeenschap nemen elk voor hun noodmaatregelen aan in het onderwijs. In Vlaanderen werken we daarbij met notenkreten, wat eigenlijk wetten zijn die met spoed worden aangenomen om een aantal afwijkende bepalingen te voorzien van de normaal geldende regelgeving. Deze federale fase, waarbij een schorsing is eigenlijk van al de onderwijsactiviteiten, loopt af midden mei, waarna we overgaan naar een Vlaamse fase waar dat we nu nog in zitten. In die Vlaamse fase start eigenlijk vertrekkende van de schorsing van de onderwijsactiviteiten en midden mei komt er verandering in door te zeggen dat de onderwijsactiviteiten hernomen kunnen worden volgens richtlijnen van de gemeenschappen. Dus in Vlaanderen volgens de richtlijnen van de Vlaamse gemeenschap en die kunnen dus verschillen afhankelijk van de deelstaat waar men zich bevindt in België. De activiteiten mogen dus hervat worden. Initieel voor het leerplichtonderwijs pak men voor de groepen bepaald door de gemeenschappen, voor het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs pak men volgens de richtlijnen van de gemeenschappen. In de realiteit geeft die bewoording weinig verschil en binnen die Vlaamse fase zijn er volgens mij 3 verschillende fasen of subfasen te onderscheiden afhankelijk van de wijze waarop de richtlijnen vanuit de overheid worden geformuleerd en vormgegeven. En een eerste fase waarop eigenlijk het land uit een eerste volledige lockdown ontwaakt en het onderwijs terug gaan opstarten, komen de richtlijnen ad hoc afhankelijk van de situatie. Dit is een periode waarin, zeker voor het basis- en het secundair onderwijs, richtlijnen vanuit de overheid, bijvoorbeeld naar het houden van afstandsregels, de
oppervlakte die er moet zijn per leerling of per lesgever, naar het al dan niet dragen van een mondmasker in scholen, zijn richtlijnen die zich heel snel opvolgen, soms meerdere keren per week, waar men inspeelt op de situatie zonder te kunnen voorspellen welke evoluties er zich zullen voordoen. Voor het hoger onderwijs is de situatie iets stabieler, doordat men daar eigenlijk vanuit de instellingen eerst zegt, wij blijven tot het einde van het academiejaar werken via afstandsonderwijs. Daar komt men nadien op terug door een aantal activiteiten te willen gaan organiseren. Maar de mate aan autonomie die het hoger onderwijs zelf claimt te kunnen opnemen, is ruimer dan het leerplichtonderwijs doet. Waardoor ook de richtlijnen qua aard verschillend zijn. En dat zien we ook terugkomen in de draaiboeken die in de zomerperiode worden opgesteld. Het verschil zit erin dat de draaiboeken en ook de richtlijnen voor het leerplichtonderwijs veel meer uitgaan van een strakke sturing vanuit de overheid die duidelijk afspraken maakt met de onderwijsversterkers, personeelsversterkers.